We zijn begin aan de 3,6. Super squat. Hoe steekt dat in elkaar, super squat? Daar is toertal begrensd, maximaal 2700. Motorinhoud is begrensd, maximaal 7 liter. In de koele vorm, brandstofpomp vrij, opgesneden banden, eigenbouw versnellingsbak, gloden koppen. Heel veel nogmaals erin, bedenk het maar. Go in de flow. En betekent dat daarmee ook het schoeisel, de achterbanden. In de standaardklasse moet dat natuurlijk gesleten landbouwschoeisel zijn. En in de sport- en supersportklasse, dan mag dat profiel zijn wat een eigen inzicht is in de werk. En dan vind je dus allerlei creaties weer in terug. Hoe dat zijn combinatie landt, en hoe die stil winnen kan rennen. 15.72. Als wij aan de overige zijde onderrennen. Ja, de snijden de bommen met dat oh zo mooi plaatwerk. Luisteren met de naam Bluebell. Morgen in Lochem, ook zelf op de bom. En hier in Werkhoven, een bloem, zelf op de bom. Even verbaasd. Die dat meermaals ook toepast als het gaat om de wat lossere banen. Maar de wat lossere banen wil ik hier te graag even afscheid van nemen. Als je kijkt hoe het paard hier nu in de avond oplicht. Hier in Werkhoven, die klinkt al heel vervallen. Dan de Freek. Dat betekent dat wij gaan kijken naar de 1066 en komt uit de glint van het grondgezet aannemersbedrijf Rubens van Maurik, die daar deze 1066 overslaat hier in Baarlem begeven. En bij de toerbeurt, bij de broers op paas zelf en op de bocht plaatsen van deze 1066. Gaan wij kijken hier naar de combinatie van Verschijk. Dat is het naar 88-63 en het wordt, daar zit ik wel over in. Combinatie hoek en rem gaat hier aanhaken waar het Tink Brienen is die hier gaat rijden. Brienen had nog op deze 14-55. Oh, rechter. Daar kan en dan zal het... Ik denk Frank van Dijk zijn die op de box zit in deze Radical Roughneck. De MX 150 van Frank van Dijk en van Hutter. Natuurlijk de thuiswedstrijd rijdt in deze klasse. Langzaamaan opporren, opstoken. Van de Kees. Nog een pauzeman en een optoeren naar 2700 toeren wat maximum is in deze kwartierplaats. Oh.
hier een probleem, mag je 6 plaatsen opschuiven over een aantal minuten. Maar kijk eens even naar het vlaggenspel wat daar boven staat. Dit de brandstofpomp in combinatie met een hele sterke plekstaan. Staat angstig vroeg door boven. En dan moet je heel lang zoeken, aftasten in de techniek om het te krijgen. Maar het kan gekomen. Zo zonde dat hij daar niet over die 100 meter heen loopt. Dat hij hem daarbij... Gerard Hanneman met Smoking Ready. Ja, hier een soortgelijke opstandprocedure terugzien. Langzaam stoot op deze muziek in de baan. Laat de lichting naar de noord. Dat is niet genoeg naast de gedoe. En krijgt Smoking Ready in de baan. Thank you.